Hey, hallo allemaal. Daar is hij weer, de Haasmonitor, met een workshop speciaal voor jullie. En dan zou je denken, waarom staat het hartje hierachter? Ga ik je zo meteen uitleggen. Wordt het helemaal duidelijk. Want ik heb een witte ballon. Je ziet hoe ver ik hem opgeblazen heb. Ik heb dit stukje overgehouden, dat hebben we namelijk nodig. Ik denk ongeveer 4-5 vingers. Want we gaan de duifjes maken. Want die duifjes, eigenlijk de duifjes die in een hart horen, die gaan we nu maken. Maar het hart, dat hebben we al een keertje behandeld in een andere workshop. Moet je maar even opzoeken op YouTube. De duifjes beginnen met een staart. En duifjes zijn meestal wit, dus vandaar ook de witte ballon. Maak niet al te grote staart. Dan gaan we de buikraai doen. Ook de buikraai staat al op YouTube. Daar kan je zien hoe die werkt. We maken namelijk 1, 2 en 3 bordjes. En met de buikraai maken we er 1 geheel van. Wil je die leren? Kijk eventjes op YouTube, want hij staat bij mij ook in de workshops, in de technische workshops. We maken het hoofdje van de eerste duif. We maken het tweede hoofdje. Dan gaan we weer hetzelfde doen als bij de andere duif. We maken 1, 2 en 3. Doen we naar buiten draaien. En je ziet, je hebt 2 lichamen, 2 staarten. En dan denk je, hé, hij heeft het hoofd losgelaten. En nu? Dat heb ik expres gedaan. Doordat ik allebei de hoofdjes al gemaakt heb, is die al soepel. Dus dan hoef ik alleen nog maar de hoofdjes weer de goede vorm te maken. Je doet dit. Je duwt ze tegen elkaar, de duimpjes. Je draait ze op slot. En voilà. Je hebt de duimpjes van 1 ballon. Nou komt het hart wat ik achter heb staan. Dat komt goed van pas. Je doet de duimpjes in. Je hebt je duifjes in een hart om weg te geven. Nou, dit was weer een workshop van de Haagse Wonderboer. Geweldig dat jullie er waren. En tot de volgende keer. Dag! En stekeltje. De Haagse Ballonnenboer. En stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo voor jou. Roep maar welk dier. Wil je een papegaai, een tijgertje, een muisje of een slang? Een varken of een aapje, spinleeuw. Jongens, alles kan.